We naderen het eind van het jaar en iedereen maakt zich klaar om 2016 goed af te sluiten. Maar met de jaarafsluiting moet men ook denken aan onze huisdieren. Dit zegt Sintje Asroef, voorzitter van de Henk Abraham Stichting. Zij vraagt bijzondere aandacht van hen die wel en geen huisdieren hebben om rond deze periode, wanneer er al vuurwerk wordt afgeschoten, om extra op deze dieren te letten. Beide partijen, beide groepen, die zouden we echt willen vragen om rekening te houden. Om rekening te houden met de dieren, met in het bijzonder de honden. Let wel, alle dieren ondervinden heel veel last van dat vuurwerkgeweld. We noemen het geweld, want het is geweld. En we hopen dat mensen het over hun hart kunnen halen om hun dieren in deze periode, waarbij ze bommen afschieten en zo, dat ze hun dieren binnenhouden. Op een veilige plek, in een kamer waar er geen scherpe voorwerpen zijn. De gordijnen dichtmaken, het licht aanlaten en eventueel een radio heel luid aanzetten. En indien het dier extreem bang is, en u gaat dat merken aan de manier van ademen, soms komt er slijm uit de mond, dat u dan contact maakt met een dierenarts. Toch? Voor eventuele kalmerende tabletten. U moet niet zelf experimenteren, want alles is afhankelijk van het gewicht van het dier. Dus u moet altijd even een dierenarts contacten. Indien u nu weet wie de dierenarts is in de wacht, 148 bellen en dan 6 intoetsen. Onlangs is de wet dierenwelzijn aangenomen in de Nationale Assemblée. Hiermee moet een halt worden toegeroepen aan de mishandeling van dieren. We vroegen Asroef wat zij ervan vindt dat er eindelijk een wet is die de bescherming van onze huisdieren garandeert. We zijn blij dat die wet is aangenomen. Het enige wat ik jammer vind, wat wij van de stichting jammer vinden, is dat we eigenlijk niet bekend zijn met welk concept is. Dat concept dat is ingediend en dat ook behandeld is. Het is niet aan ons gegeven, ondanks het feit dat we het hadden gevraagd. Dus, maar het zal een raamwet zijn. Het is een raamwet. En ik hoop dat we heel gauw over een kopie kunnen beschikken van wat is goedgekeurd in de Assemblée. Henk Abraham Stichting hoopt dat de Surinaamse gemeenschap nu er bewust van wordt dat niet alleen de mensen last kan hebben van harde knallen van vuurwerk, maar ook de arme dieren. Want zij horen het veel scherper dan wij mensen dat kunnen.